Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Smit. Hartelijk welkom weer bij het dagelijks woord. Vandaag staat Lucas 4, de versen 31 tot 37, op het rooster. Jezus daalt af van Nazareth naar Capernaum. Nazareth was hoog gelegen en Capernaum lag lager aan het meer van Galilea. Jezus was in Nazareth opgegroeid, maar het blijkt dat hij daar niet geliefd is. Het is zelfs zo erg dat ze hem de stad uitdrijven en van een hoogte naar beneden willen duwen. Weg met die Jezus. Maar dan hij baant een pad tussen hen door en gaat weg. Niemand kan hem iets doen. We lezen nu eerst het vervolg van dit gebeuren. Jezus in Capernaum, Lucas 4, de versen 31 tot 37. En hij, dat is de heer Jezus, daalde af naar Capernaum, een stad in Galilea en onderwees hen op de Sabbadagen. En zij stonden versteld van zijn onderricht, want zijn woord was met gezag. En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had en die riep met luide stem, ga weg, wat hebben we met u te maken, Jezus de Nazarener, bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de heilige van God. Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg, ga uit hem weg. En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen. En ze werden allen erg verbaasd. Ze spraken met elkaar en zeiden. Wat is dit voor een woord dat Hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan? En de roep over Hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving. Tot zover dit gedeelte uit Lucas 4. Hoor, in de synagoge van Capernaum klinkt een stem een stem met macht. Ja, want hij die spreekt is de zoon van God. Hij spreekt met goddelijke autoriteit. In Nazareth had Jezus uit de profetieën van Jesaja gelezen. En toen aller oog op hem gericht was, toen had hij gezegd: "Wat jullie over mij gehoord hebben, de tekenen die ik gedaan heb, weet je wat dat is?" Dat is de vervulling van wat hier in de profetieën van Jezaja geschreven staat. Ik ben gezalfd met de geest om aan armen het evangelie te verkondigen en om hen die gebroken van hart zijn te genezen. Hoor, in de synagoge van Capernaum klinkt een stem, een stem met macht. De Heer Jezus brengt goed nieuws. Het koningschap van God wordt gerealiseerd, in en door Jezus. Daarom is het van levensbelang je om te keren. Keer je af van het kwade en ga de Heer Jezus volgen. Armen van geest maakt Hij rijk. Gebrokenen van hart zal Hij genezen. Door Hem is er vergeving. En vernieuwing en eeuwig leven. Door hem is er een leven dat zelfs de dood niet kapot kan maken. Eeuwigheidsleven, leven van genade, leven uit Jezus. Hoor, in de synagoge van Capernaum klinkt een stem, een tegenstem. Ja, een tegenstem. Dit goede nieuws wordt altijd weer gesproken. Kijk maar in je eigen hart. De liefde van God wordt meer in twijfel getrokken dan de liefde van de mens. Van nature hebben we ons eigen denken hoger staan dan wat Jezus zegt. In de synagoge van Capernaum klinkt een tegenstem. Waar komt dat geluid vandaan? Er staat dat er een man is die onder invloed staat van de geest van een onreine demon. Die tegenstem komt dus uit het rijk der duisternis, uit het rijk van de leugen. Let dus op: als de waarheid wordt gesproken, is de leugen er als de kippen bij om een ander geluid te laten horen. Dat vraagt om waakzaamheid. Hoe? Dat weet u toch wel? Hoe kun je je beschermen tegen leugenstemmen? Met het woord van God en met het gebed. Wist u dat? Als je een stukje uit de Bijbel leest of hoort lezen, dan is dat bescherming. Als je bidt en alles aan de Heer voorlegt, ook dat verdacht maken van God in je hart, dan is dat bescherming. Hoor, in de synagoge van Capernaum klinkt een stem, een tegenstem. Eigenlijk merk je direct dat het een leugenstem is. Hoor maar wat hij zegt. Ga weg! Wat hebben we met u te maken, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Maar dat is toch een leugen? Jezus zou van God komen om ons te ruineren. Dat is een leugen. Jezus komt van God. Ja. En Hij laat zichzelf te gronden richten aan het kruis. En om u en mij zo op te richten door zijn kruis. Hij nam namelijk mijn zonde mee in zijn lichaam aan het hout. Hoor. In uw en mijn hart klinkt een tegenstem. Een leugenstem. Wat wil hij bereiken? Nou, wat we horen we die onreine geest zeggen? Ga weg! De boze wil Jezus verdrijven uit je hart. En hij kan dat doen op een vrome manier. En daar zegt hij dat het allemaal zomaar niet gaat. En hij laat je zonder Jezus achter. Of hij doet het op een goddeloze manier, dan roddel je over een ander en je bent liefdeloos en de boze laat je zonder Jezus achter. Het resultaat is hetzelfde. Jezus wordt verdreven uit je hart. Het kan op een vrome manier en op een goddeloze manier. Hoor, in de synagoge van Capernaum klinkt een stem, een stem met macht. Zwijg, ga uit Hem weg. Richt je vooral op dit machtswoord van de Heer Jezus, bewaar het in je hart, want zo gebeurt het nog steeds. Gelooft u dat? Dat Jezus de tegenstemmen in je hart het zwijgen op wil leggen, op kan leggen. Gelooft u dat? Dat Jezus de macht van leugen en dood verdrijft uit je hart? Dat Hij gereed staat nu op dit moment om het te doen? Echt waar, Hij kan het en Hij wil het. Zing het maar. Kom in mijn hart. Kom in mijn hart. Kom iedere macht onttronen. Aan u de kroon. Kom, vader, zoon, mijn hart door uw geest bewonen. Zullen we met elkaar bidden? Heren in de hemel, wij kennen dat ook wel, die stemmen in ons hart die ons van u en van de Heer Jezus af willen trekken. En het is een voortdurend gevecht om. Geen gehoor te geven aan die stemmen. Heer Jezus, wilt u in ons hart komen? Wilt u aan het woord komen? Want als u het zegt, zwijg, ga uit hem, ga uit haar weg. Dan gebeurt het ook. En zo wilt u nog steeds werken. Geef door woord en geest dat we op u mogen zien. En uit u mogen leven. Wilt u voor ons zorgen als we ziek zijn, als we oud zijn geworden, gehandicapt zijn, alleen staan, ons eenzaam voelen. Heren, geef ons kracht om het vol te kunnen houden. Ziende op de Heer Jezus. En als we weten dat ons, ons levenseinde dichtbij komt. Geef dan dat we geborgen mogen zijn bij de heiland. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Wees met een ieder van ons, van jong tot oud. En wij bidden, Heere, wilt u in deze tijd van afval en van secularisatie krachtig werken. In de harten van onze kinderen, als we die mogen hebben. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Wij bidden om een revij in Katwijk, de krachtige werking van uw geest. En we willen ons telkens weer voor u verootmoedigen. Heer, we hebben gezondigd, ook als gemeente en als kerk. Vergeef het ons alstublieft. En wees ons genadig. Verheerlijk uw naam in Katwijk. Hoor ons omwille van de Heer Jezus. Uw lieve zoon, onze zaligmaker. Amen.